met rassen. Marabel, een ras van Europlant, tafel aardappel met geel vlees. Marianne, een ras van de Nederlandse aardappelpool. En het is een tafel aardappel met geel vlees. Muse, dat is een tafel aardappelras van HZPC en met geel vlees. We gaan naar Nola. Het is een tafel aardappel met lange ovale knollen van Den Hartig met geel vlees. Otolia, een tafel aardappel met frietkwaliteit van Europlant. En dit ras heeft lichtgeel tot geel vlees. De Passion van Geersing Potato. En dat is een tafel aardappel met lichtgeel vlees. Peter Pan is een ras van Geersing Potato. Dus een tafel aardappel met lichtgeel tot geel vlees. Sarpira, een ras van Geersing Potato. Een frietras, rode schil en crème kleurig vlees. Sarpomira, een ras van Danespo. Lichtrode schil, een frietras met crème kleurig vlees. Sevilla, een frietras van familie Vos. En dit frietras heeft geel kleurig vlees. Sound. En Sound is een tafelaardappel met frietkwaliteit. En is van Meijer en heeft lichtgeel vlees. Temptation, een ras van Geersing Potato, een tafelaardappel met lichtgeel tot geel vlees. Tinka, een ras van Danespo, is een tafelaardappel met lichtgeel vlees. Triplo van HZPC, een tafelaardappel met lichtgeel vlees. Bij Twinner mist er een bak. En hoe dat komt weten we niet, maar het is wel een feit. Het is een tafelaardappel van Agrico. En dit vroege ras, dat heeft geel vlees. Twister is een tafelaardappel van Agrico. En dit ras heeft geel vlees. Vitabella. Een ras van Pantera, een tafelaardappel met frietkwaliteit en dit vroege ras dat heeft geel vlees. En als laatste, Zen is een ras van de Nederlandse aardappelpool en dit ras heeft geel vlees en is geschikt voor de tafelaardappelmarkt.